Oh, hier is het monster. Hij is wel heel dik hoor, jongens. Het ziet er lekker uit in Disney. Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Dit is mijn moeder Joyce. En dit is mijn dochter Jasmee. En samen zijn wij de Pogies. En jullie zien, ik heb een speeltje op school gemaakt. Wat is het? Daar kan je zelf mee doen en kan je hem ook nog een paar bouwen. En je kan er alles mee. Oké, dat is heel mooi. Het is alleen blauw, van rood en blauw. Ja, want ze hadden geen pincetjes meer. Oh, oké. Maar leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. We gaan vandaag een leuke ding doen. En mama, nog een verrassing. Ik heb straks een verrassing voor Jasmee. En we hebben een klein beetje verrassing voor papa. Maar papa weet al wat we gaan doen, hè? Ja, quad kopen. Gaan we een quad kopen of gaan we hem niet kopen? Ja. We gaan eerst even kijken. Maar eerst, want het is best wel ver rijden. En er is iets leuks nieuws geopend in het Westland. Dus wij dachten van, nou dan gaan we eerst Jasmee verrassen met datgene wat heel lekker is. Dat ze nog niet weet wat we gaan doen. En dan daarna rijden we gelijk door om naar de quad te gaan kijken. Ja. En wat is de verrassing? Ja, dat zeg ik niet. Dat zien jullie zo. Wat vind jij het lekkerste fruit? Aardbeien. Iets met aardbeien. Ik weet het aardbeientaart. Nee, niet helemaal. Maar jullie zien het zo. En jij ook. Nou, de aardbeienverrassing die was nog gesloten. Ik had niet goed gekeken. Dus we zijn nu onderweg om te gaan kijken voor de quad. En dan doen we die aardbeien wel als we terugkomen. Het hele gezin lekker... Boren. Ja, dus een beetje een spelletje te doen. Nee, boren kijken. Oh, boren kijken. Met het hele gezin in de auto. Ben je al een beetje zenuwachtig? Ja. Beetje wel, ja. Beetje wel, ja. Nou, ben benieuwd. Zo, hier is het monster. Hij is wel heel dik hoor, jongens. Nou, papa gaat een klein stukje rijden. Jasmee wil ook heel graag. Die zag al een hele leuke gele. Ik zal de foto straks er even bij doen. Wij gaan vandaag een helm kopen. Ja, we gaan vandaag een helm kopen voor Jasmee. En dan mag ze ook een stukje achterop. Maar helaas was die gele... ook een van mij. Ja, helaas was die gele kwad al van deze meneer's kindje, hè? Die blauwe. Ja, die is ook van zijn kind. Dus Jasmee wil nu ook een kwad. Ja, het is wel heel dik hoor, jongens. Nou, daar gaat hij hoor. Dus mee, kom jij eens hier, lieverd. Is het wat? Zeg je? En was het stoer? Het ging hard? Ja, het ging heel hard, ja. Het is wel wat verwennen. Hetzelfde als een motor of echt wel grover? Ja, het is wel grover. Ik zag een hele kleine motor voorbij. Ja, dus we hebben ook een gele gezien. Nou, gelukkig hadden we al een aanhanger bij ons. Want ja, als je eenmaal gaat kijken natuurlijk. Kijk eens kopen. En gelukkig hadden ze hier ook aardbeien, hè? Dus dat is natuurlijk wel een feestje. Dus Jasmee zit hier lekker aardbeidjes te eten. En er hoort natuurlijk ook een helm bij. Dus we moeten even passen. Hoe? Oh, ik zie een mooie. Hoppa. Hallo. 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 En zit hij een beetje? Ja. Hallo. Nou, eens even vragen of iemand ons kan helpen.
klepje maar open. Nou, goed vasthouden. Daar gaan ze. Ja, ik moet zeggen, ik zat er natuurlijk net op. Het is wel echt super dik. En het is weer natuurlijk zo hard mogelijk. Maar ja, dat mag natuurlijk niet. Maar er zit een type power in. Daar word je eng van. Dus mee vindt het geweldig. Hoe harder, hoe beter. En we zijn nu onderweg om de aardbeien te halen die ik vanmorgen had beloofd aan Jasmee. Ik hoop dat ze nog wat hebben. Want we zijn nu best wel laat. Dat is toch wel een eindje rijden om de quad te halen. En, hoe was dat? Superleuk! Ik zie oliebollen. Ja, nou hier zijn we dan hè. Bij die kraam. Oliebollen. Nee, het is geen oliebollen. Hier hebben ze die aardbeien. Ga ik straks laten zien. We zijn nu bij Van de Ende Racing. En daar hebben ze nu tegenwoordig een kraam staan. Waar ze aardbeien verkopen. Ja, we gaan straks weer met de quad. Joehoe. Ik haal mijn helm even op. Ja hoor, dat is makkelijk. Zo'n spiesje wil jij toch? Ja. En dan zo'n doosje alsjeblieft. Dit ziet er lekker uit, hè, Jasmee? Ja. Dit was het wachten wel waard, zeker? Ja. Ja. Lekker. Kom maar. En? Lekker. Is dat super lekker? Zo, dit gaan we heerlijk eens even proeven. Ja, die hebben we al gezien. Spiek een beetje in de auto. Nee hoor, ik zal mijn best doen. Ze zijn wel heel lekker. Nou, goed vasthouden. Ik moet eerst nog denken. Oh ja, dat is waar. Max, jij ook niet stiekem eten, hè? Oh, voor Max is het ook een hele rit vandaag. Maar hij doet het hartstikke goed. Dan komen ze weer op, het race monster. Nou, dit is natuurlijk helemaal een mooi plaatje, zo. Met die Hummer limo. En Jasmee ernaast. Ik denk dat zij die ook wel helemaal geweldig vindt. Jasmee, we hebben nog één verrassing vandaag. Wat is het? Jij wilde toch heel graag met kuikentjes een keer knuffelen? Nou heeft ome Leo kleine kuikentjes. Dus daar gaan we even naartoe. Ja! Yes. Leuk? Ja! Oké, ja, dan gaan we er naartoe. Oh, je neemt het helemaal op. Kijk nou, die zijn kleine. Dat zijn echt baby's. Nee? Hij zit te snel. De eieren in. Eieren. Ja. Hier zitten de eitjes in. Ja, je moet even naar beneden komen. Oh ja, ja. En waarom draait dat zo hard? Dit is een slaglat, dus die zorgt ervoor dat de temperatuur in de bak, zowel beneden als boven, hetzelfde is. Oké. Okay. Dat heb je vaak niet, want warmte gaat natuurlijk naar... Komen daar kuikentjes? Ja, ja. Als je een poosje verder bent, dan... Karteltjes.
Hoe heet het? Deze ijsjes zijn 16 dagen en deze zijn 21 dagen. En dan komen er kleine kuikentjes uit. Oh, leuk, hè? En dan kijk de ijsjes ook, hoor. Kijk nou toch, dit is mee. Het is toch schattig. Dat zijn allemaal bontjes, allemaal bonte beestjes. Ik heb er nog een paar. Oké. Maar je kijkt eens kopen. Dit is eng, ja. Deze zijn dan alweer wat groter. Ja, dat is wat ik wil doen. Even dit doen we. Dat is een papegaai. Hallo. Oh, wat is dit? Durf je dat? Op je vinger zo? Mama. Net als een piraat. Hij is heel lief. Hij is heel lief, hè? Echt een zij, het is een niks. Maar hij is mee met de beest spannen. Oeh, ja, snap het wel, hoor. Net, mama is net een piraat. Echt heel mooi, hoor. Wat ben je er eng aan? Ik ben benieuwd wat je bij die vocht voorbij gaat zeggen, nou. Dan. Heel mooi beeld? Ja. Hij is wel heel mooi, hoor, Leo. Ja. Kijk hoe klein. Ja, en dan is het 6 weken en dan zijn ze zo. Deze zijn nu 6 weken oud. Echt? En dit zijn mannetjes en dit zijn vrouwtjes. Oh ja, maar dat hoort. En die zitten dan niet bij de grote. Dus het is echt, ze zitten echt bij elkaar groeien op en nog geen mama's hebben. Nee. Dus zijn, die kunnen gelijk de eerste dag al eten zelfstandig. Je zijn 3 dagen oud of zelfs 4 dagen, weet ik het. Ik moet een beluie bewijs. Ben je maar zo taaien? Nee. Ja, ben je wel even taaien? Ik ben het zo leuk. Jij gaat hem niet opeten, hè? Nee. Ik ben wel een beetje nieuwsgierig, hè? Ze zijn wel grappig. Maar kijk maar, kippen. Ze zitten allemaal netjes in de vel nu. Dat is dan een mooie tijd om te. Er zit ook kort op. Heb jij een dierenboek? Of ik een dierenboek heb? Nee. Ik wel. Ja, en er staan, Max staat er dan in? Nee, ik heb. Met kuikentjes en kippen en oh, oké. Okay. Is dat een baaskip? Nee, dat is wel een grote, maar dat is ook een vrouwtje. Allemaal vrouwtjes zijn het. En dat is een Brahma, heet dat. Brahma. Nou, de aardbeien wil ik zeggen. De kuikentjes waren niet zo'n succes, dus ik vond het toch een beetje spannend. Maar dat geeft niks, volgende keer durf het misschien wel. Ze waren wel echt super schattig hoor, ze waren echt heel klein. Maar ja, de volgende keer misschien. Ja. Toch? En de aardbeien waren super lekker. Ja. En de kwad, wat vind je daarvan? Leuk. Ja? Papa zit ook een beetje gek te doen hier achter de camera. Die kan je niet zo goed concentreren. Nou, vond je dit weer een leuke vlog? Dan... Geef dan een dikke duim omhoog. En? Klik op die duimpje. En abonneren. Doei.